Nooit meer zwarte vingers. Nooit meer het knisperen van papier. Vandaag nam de universiteitskrant voorgoed afscheid van de papieren versie. Daarmee is hij alleen nog te lezen op het internet. Het drukken van de krant werd te duur. Op de redactie van de UK zijn ze er niet rouwig om. Ik moet ten eerste zeggen dat het voor ons eigenlijk wel een opluchting is. We vinden het eigenlijk wel fijn dat we nu digitaal gaan, omdat we, wat ik zeg, meer mogelijkheden hebben. En ja, we moeten onszelf ook bijscholen. We hebben net een fotocursus gehad, want dat betekent ook dat wij zelf wat meer foto's moeten maken. We houden professionele fotografen. Maar voor de wat kleinere nieuwstukjes gaan we ook zelf foto's maken. Ja, web vraagt toch een andere benadering. We moeten ook heel veel werken met WordPress, waar we onze website straks uit bestaat. Dus op die manier moeten we ons ook wat meer bijscholen. Ja, dat hoort erbij. Er is goed nagedacht over de overstap van papier naar het internet. Ja, de reden is tweeledig. Aan de ene kant hebben wij, net als alle kranten wereldwijd, te maken met dalende advertentieinkomsten. Waardoor wij minder papier kunnen gebruiken en waardoor we minder ruimte hebben voor onze verhalen. Aan de andere kant hadden we al langere tijd het gevoel dat het tijd is voor vernieuwing. Papier biedt gewoon niet zoveel mogelijkheden als online. En op een bepaald moment kom je er gewoon achter dat papier te weinig biedt, zeg maar, om te doen wat je wilt. Eigenlijk wilden wij pas over 2 jaar die stap maken naar digitaal, omdat we dachten, dan is iedereen er klaar voor, dan heeft iedereen een tablet. Maar het college van bestuur heeft tegen ons gezegd, van, nou, zo lang kunnen jullie niet meer wachten, het wordt nu tijd om die stap te maken. Dus we beginnen daar nu al aan. Of iedereen de krant blijft volgen op het internet, is de vraag. Dat niet meer op papier te krijgen, vind ik jammer, maar je kunt nog de website bezoeken natuurlijk. En ga je dat dan ook doen? Ja, absoluut. Ik denk dat het wel belangrijk is om dat een beetje goed in de gaten te houden. Want ik heb de UK nog nooit gelezen eigenlijk. En wat jou betreft? Ja, hetzelfde verhaal. Ik lees hem eigenlijk niet. Hij kan nu alleen nog maar op internet gelezen worden. Gaan jullie dat dan nu wel doen of niet? Nou, misschien ga ik even kijken wat het precies inhoudt. Maar ik denk niet dat ik hem echt ga lezen. En wat jou betreft? Ja, misschien als er een verhaal is waarover ik meer wil lezen. Waarvan ik weet dat het erin staat. Maar niet uit mezelf de hele krant doorspitten, nee. Nou, als ik hem lees, lees ik hem wel meestal op papier. Dus ja, ik denk het wel. Hij kan nu alleen nog maar op internet gelezen worden na vandaag. Ga je dat dan ook doen of niet? Nee, denk het niet. Nee.